Ja, je wilt natuurlijk niet hebben dat mensen in een team gezegd worden van 3 mogen er niet voetballen en de rest mag wel voetballen. Ja. Ook sportverenigingen moeten vanaf zaterdag gaan controleren op de QR-code bij bezoekers vanaf 18 jaar die het sportcomplex willen betreden. Dit maakte het kabinet dinsdag tijdens de persconferentie bekend. De reacties daarop van voetbalclubs uit de regio lopen uiteen. Mijn reactie was, de eerste reactie was, dat wordt een klus om dat te regelen. Omdat het verdomd lastig is om dat waterdicht te regelen. Gaat ons ook niet lukken, denk ik. Nou, in eerste instantie dacht ik, het is wel fijn dat het duidelijkheid is. Want dat had ik van tevoren wel gehoopt, dat het duidelijkheid is. Dat er niet een regel komt die tot discussie kan leiden aan de poort, zeg maar. Ja, wij als Brakestein zijn gelijk in conclave gegaan met elkaar, als bestuur zijnde. We hebben getracht om te kijken van hoe kunnen we dat gaan realiseren. Maar we hebben ook gezegd van laten we even vandaag afwachten wat uit de Tweede Kamer komt. Hè? Want uiteindelijk zijn ook heel veel vragen voortgekomen vanuit de KNVB en NEC en NSF. Hè? Dus vanavond hebben we weer contact met de kaartbestuur zijnde om te kijken hoe gaan we het vanaf zaterdag inregelen. Clubs moeten zelf controleren op de QR-code en daar is dus ook weer extra mankracht voor nodig. Dan gaan we aan leiders en trainers vragen om die rol namens het team of voor het team op zich te nemen en te controleren of het zo is. En natuurlijk als we het op wedstrijddagen doen, dan weten we ook dat iedereen die dan hier speelt wel of niet gevaccineerd is. Dus daar nemen we ook direct actie op. Als iemand niet gevaccineerd is, niet spelen wat ons betreft. Tot nu toe hebben we altijd alle maatregelen nog wel goed kunnen invoeren. Dus ik ga ervan uit dat ons dat dit keer ook wel weer gaat lukken. En we hebben bij de thuiswedstrijden van de eerste al 2 keer bij de poort gescand. Omdat het gewoon praktisch gezien het makkelijkste was in plaats van bij de ingang van de horeca. En daar hadden al mensen gezegd van kom, wij komen wel scannen als jullie mensen nodig hebben. Dus ik hoop dat dat nu in grotere getalen, dat de mensen zich aanbieden om te komen scannen. We hebben verschillende ingangen om ons sportpark te betreden, om daar te gaan controleren. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor de weekenden, maar ook voor door de week. Kijk, door de week zijn natuurlijk vanaf maandag tot en met vrijdag volop trainingen hier. Nou, en die trainingen moeten dan ook gecontroleerd worden voor bezoekers, voor spelers boven de 18 jaar. Dus dat betekent al heel wat om dat organisatorisch in te regelen. Kijk, ik denk dat vrijwilligers gewoon in de breedste zin van het woord gewoon schaarser worden. Het is niet alleen om de coronapas te controleren, maar geldt voor bardiensten, geldt voor leiders, voor trainers, voor bestuurlijke vlakken is natuurlijk ook wel genoeg vacatures voor. Ja, dat is gewoon een schaarste. De hoop is dat teams niet uiteenvallen door de keuze van wel of niet laten vaccineren of testen. Sporten verbroedert, verbindt. En door middel van onderscheid te maken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Ja, vind ik dat je in tweespalt komt ook in de samenleving. En natuurlijk ook als je kijkt hier op de voetbalvereniging. Ja, je wilt natuurlijk niet hebben dat mensen in een team gezegd worden van 3 mogen er niet voetballen en de rest mag wel voetballen. Ja, en ik denk dat dat niet ten goede komt aan het sporten. We zitten in Heumen, hebben de gelukkige omstandigheid dat hier een hele hoge vaccinatiegraad is. We hebben natuurlijk al getest, gescand elke donderdag in het clubhuis. Dus daar hebben we al een heel groot gedeelte van onze spelers een keer gescand. En ik denk dat echt een grote meerderheid is gewoon gevaccineerd hier. Maar bij Union weten ze het wel. Wat mij betreft niet. Ik bedoel, iedereen weet hoe die situatie is. Iedereen weet dat hij gevaccineerd moet zijn om te mogen spelen. Ja, en als je dat om wat voor reden ook niet doet, dan maar even niet.